Maar ze zeggen tactisch dat het misschien dat hij nog wat ervaring mist. Dat België te weinig tactische systemen beheerst. Ik denk dat is altijd gemakkelijk gezegd. Tactisch, als je ziet eigenlijk dat je op een gegeven moment je wint 14 keer, verlies je niet. En je speelt tegen Amerika, je speelt daar hetzelfde systeem dat je anders speelt tegen Rusland of tegen eender welke ploeg. En tegen Amerika maak je 27 doelkansen, 27 keer op kader. Dus en je kunt niet scoren. En je moet dat tot in de tweede verlenging moeten gaan eigenlijk om te scoren. Dus wat is tactisch? Het is gewoon een tikkeltje samenhorigheid in de spelersgroep. En dan ook de tegenstander die je toelaat om tactisch te spelen. Maar Philippe, Joost zei het in zijn column schitterend. We hebben te weinig deeltjes, versnellers, voetballers die het spel sneller laten gaan, die ruimte creëren. Dat is Philippe Joost natuurlijk. Hè. Philippe Joost is iemand die, die heeft altijd kritiek. Is het goed, dan heeft hij kritiek. Is het slecht, dan is het ook kritiek. Als je jongens hebt gelegen in Dries Mertens, Mirallas, als die geen versnelling kunnen inbrengen, gelijk in Origi. Of een spel verleggen bedoel ik. Hè? Dat je spel verlegt, dat hij nieuwe openingen creëert. Ja, maar je hebt verschillende spelers. Zoals je Tobi, die kan een spel verleggen van de ene kant naar de andere kant. Dus dat bestaat. Dus je hebt De Bruyne, die het spel kan verleggen. Dus dan snap ik niet het plaatje hoe het spel moet gaan verleggen. Op een gegeven moment moet hij ook clever zijn om te kunnen spelen. En ik denk dat onze jongens in die campagne, wat ze nu hebben gedaan, zeker tegen Algerije, een 1-0 achterstand. Altijd blijven voetballen. Altijd de actie zoeken waar het mogelijk was aan de buitenkanten. En dat was ook tegen Rusland zo. En zeker tegen Amerika. Want Amerika liet heel veel ruimtes. En wij trachten ook altijd de buitenkanten te zoeken. Maar tegen Amerika hebben we zoveel kansen gehad. Maar toch moet ik dan onze groep feliciteren dat ze altijd rustig bleven. Ja.